bij een nieuwe video en welkom terug bij wat Forza Horizon 4. En vandaag gaan we een kijkje nemen naar een nieuwe festival playlist. En hij was afgelopen donderdag uitgekomen, maar omdat de Modern Warfare release toen was, heb ik daar verder niks mee gedaan. Dus we gaan er vandaag naar kijken. Dit is trouwens ook nog een redelijk nieuwe auto. Die zat er volgens mij 2 weken geleden in, maar die heb ik nooit behandeld. Dus is de McLaren 27S. Daar gaan we zo meteen mee rijden. Maar vandaag zijn wij hier voor de nieuwe festival playlist. En in het speciaal een nieuwe story. En dat is deze, genaamd de Upgrade Heroes. Ik weet niet precies wat dit inhoudt, maar in ieder geval, dit is dus weer zo'n bedrijf wat je kan kopen voor waarschijnlijk $100.000. Kan je missies doen en dan krijg je daar vervolgens passief geld mee. Dus ben ik heel erg benieuwd naar. En ik ga waarschijnlijk ook deze week nog eventjes deze auto checken. Dit is de Roscion Q1. Nog nooit van gehoord. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar dat gaat hem vandaag niet meer zijn. En nog veel belangrijker, volgende week donderdag, nee, deze donderdag al, komt er een Bugatti Devo in de game. En die staat hierbij. Dat is voor 50% van de Autumn playlist. Dus daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Dus kom sowieso donderdag of vrijdag terug naar mijn kanaal. Dan gaan we die behandelen. Maar vandaag gaan we eerst even beginnen met de Horizon Story. En die zit daar boven in de map. 30 sterren, 10 chapters. Ik heb geen idee wat dit precies inhoudt. Upgrade Heroes, dat zijn van die speciale auto's die je... Of beter gezegd, het zijn auto's die je heel speciaal kan tunen. Maar hoe je daar geld mee kan verdienen... Don't know. Dan gaan we eens even checken. Misschien hebben we die auto moeten verkopen of zo. Ik neem aan dat het eigenlijk vrij basic is. Dat je gewoon die auto van A naar B brengt en net zit. Maar we zullen zien. Het was misschien ook wel interessant geweest als ik deze auto afgelopen week ook had behandeld. De reden waarom ik dat eigenlijk niet had gedaan is omdat het gewoon een McLaren 27S is. Maar dan de Spider. Dus heel erg anders is hij niet. Ah, de ding is ook behoorlijk snel. Ik heb bij deze auto tractiecontrole aanstaan. Maar dit ding ontzettend veel slipte. Maar dan zetten we het straks natuurlijk weer uit. Hè? Dat snap je wel. We rijden eerst even naar het bedrijf. Ik weet ook helemaal niet waar het is. Ik hoop eigenlijk dat het iets unieks is. Maar ik heb geen idee. Wat kun je doen met een bedrijf als dit? Upgrade Heroes. Kijk, daar is het dan. Is dat aan het water? Nee. Weet je wat grappig zou zijn? Het zou nooit passen in een game als dit. Maar dat is bijvoorbeeld ergens bij het water. Dat je illegale auto's of zo moet gaan verkopen of zo. Dat zou leuk zijn. Dus dan weer de boot binnenkomen. Binnengesmokkeld. Player Business Upgrade Heroes. Moet ik dit kopen, ja of nee? Ja, $100.000 dus. Alex wants to set up shop here doing custom upgrades. He's calling it Upgrade Heroes. And he needs a business partner who can really drive. But don't tell him I said that. Needs my money. You in? Mocht je je afvragen of het misschien een goede deal is om dit te kopen voor $100.000, 100% zeker doen. En de reden is omdat je dan elke dag geld mee terugverdient. En dat heb je echt super snel terugverdiend. Dus $100.000 is niks. He's been waiting to hear if you Ze hadden eigenlijk gewoon $1 million moeten doen, in mijn ogen. Maar hey, ik vind het prima. Solo. Wat oh wat gaan we krijgen. Het zullen speciale auto's zijn. Dus dat is altijd leuk. En we beginnen met een Datsun. Hey, great to see you. Look, I've got a bit of a business What? Idea here. There's loads of cars around here that have real potential. Datsun? I call them Upgrade Heroes. You go get the car, we do the magic. Then show everyone what an upgrade hero can do. Sounds good? Good. Oh, and you get to drive the courtesy car. Wait a minute. Waarom stond er de Datsun? Dit is geen Datsun. Ready for this? Ik dacht even dat gek ben ik. Wow, wat? Dit is gewoon een Renault Clio. Any car can be a hero. Wel een toffe. Hier kan je een mooie rallyauto van maken. 400 meters. Turn left. Maar ja, ik zag Datsun staan. Ik las het eigenlijk voor, maar dit is geen Datsun. Dus I don't know. En ik weet ook niet precies... Oh, ik heb de tractie eraan staan. Goddammit. Ik weet niet precies wat we moeten doen. We hebben 2 minuten de tijd om daar naartoe te rijden. Dus het zal daar waarschijnlijk pas beginnen. Want dit is behoorlijk dichtbij. Ja, dus hier rechts al. Kijk eens aan. Here we are. Right, here's where we're supposed to make our very first pickup. Are you nervous? Me? I'm not nervous. Hey, ik ben degene die al mijn geld erin stopt, oké? Okay? There it is. Japanese engineering, European styling. There it is. Best of both worlds, really. Dacht, dan ben ik gek geworden. Got a good one to start. A Datsun. A client says it was the first car they ever owned and they always dreamed of winning races in it.
Dit is een boy. Dit dat is een. En die Renault was de. Wat zei hij net? De. I don't know. Whatever. De auto van het bedrijf. I guess. Smash it up. Remember, it's not yours. It's not yours. 200 meters. Turn left. Oké. Nou, dit ding is in ieder geval een stuk trager dan die Renault van net. Die Renault reed best wel lekker. En help me herinneren dat ik dadelijk even mijn tractiecontrole uitzet. 200 meters. Turn left. Maar ik denk dat het dus zo is, we moeten dus naar een bepaald punt rijden. We pakken een auto op, die rijden we terug naar ons bedrijf. Daar wordt hij gepimpt en dan moeten we hem naar een andere plek brengen. Moet ik hem hier ook gelijk naar binnen rijden of hoeft dat niet? Ja, gaat het. Excellent. Oh! I'll get the team to work. Ik wil hem achteruit inparkeren. Nou, hier hebben we sowieso geen 3 sterren voor. Oh, kijk, dat is wat we willen zien. Ready? Oh, I'm ready. Ta-da! What are you? Zo raar uit, door die koplamp zo. Lower, wider, faster. Twin turbo inline 6 under the hood producing 337 horsepower. Dat lijkt niet heel erg veel, 337, maar dit soort auto's is super licht, hè. Dus het is gewoon een rocket ship. En time to show it off. Hij staat behoorlijk laag. Feel free to, you know, open up on the way. Maar even kijken. Ik heb nog steeds mijn tractie niet uitgezet. Maar wat kan dat ook niet als je midden in de missie zit. Never heard a Datsun sound like that, have you? Ja, ik hoop eigenlijk dat ze dit soort dingen, bedrijfjes als dit, ook toevoegen aan andere racegames. Ik verwacht niet dat het een Need for Speed zou zijn. Maar dit zorgt wel voor dat je telkens wel wat nieuwe content hebt om te doen. Ik heb geen idee wat eigenlijk allemaal in Need for Speed hier te doen zal zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment alles wel gedaan hebt. En hetgeen wat ik zo goed vind aan Forza is gewoon continu die update. Nieuwe auto's, nieuwe playlist events, nieuwe bedrijfjes als dit. Misschien is het niet super spectaculair, maar het is wel nieuwe content. En dat vind ik heel erg tof. Het is allemaal gratis. En pas op hier. Het is een beetje druk. No. Oh. Ik ben aan het slingeren. Oh, hij zou wel. Hartstikke plat. Ik weet niet of het zou, maar mijn auto wordt een slingeren, dus ik moet iedere keer tegensturen. Twee of drie sterren. Oké. Dat was een snelle tijd. Dat was een vlotte run. Oké, continue. Ik weet niet eens of ik zelf die Datsun heb. Ik zal zo even kijken. Want ik heb het idee dat ik bijna alle auto's heb op één na, volgens mij. Momenteel. En dat is een of andere Porsche racecar, mis ik nou nog. Maar die zit volgens mij letterlijk deze maand in de festival playlist. Ik zal zo meteen even kijken. Maar ik weet niet of ik die Datsun heb. Even kijken. En we kunnen zo meteen een quattro in, hè? Als we level up gaan, zag ik. Oké. Wat zei ik net? Ik heb die Datsun niet. There it is. New car to collect. The new car has been added to your garage. 1970 Datsun. Oké. Nou, dat... Oké. Datsun. Oh, ik had er... Oh, wauw. Ik had er alleen. Hé, maar dan kan ik er eentje upgraden. Whitebody en alles. Zoals die van net. Dat is wel sick. Ja, dat gaan we doen. En die auto die ik dus nou nog mis. Ik ga even kijken of die dus bij die playlist zit. Volgens mij wel. Dat is... Even koekloeren. Ah, there it is. Die van 80%. Die 917 LH. Wat stond LH ook ervoor? I don't know. Maar die auto moet ik nog hebben. En natuurlijk die Koenigsegg, want die is gloedje nieuw. Maar die Porsche, die had ik nog niet. En ik vraag me af of we nou dus weer eerst die auto moeten ophalen. Ja, want we beginnen weer met dit ding. Remember when I said we'd have clients lining up in no time? Laat me raden. Well, die quattro. We've got clients lining up. Hoogstwaarschijnlijk. So it's go time. The client is an old Audi to just putter around town in, but they've always wanted to go off-road. Ja. This is one after my dat is die quattro, daar kun je een zieke off-road auto van maken. Turn around when it is safe to do so. Oh, ik had hem gewild. Goddammit. Daar moest ik linksaf. Deze Clio bevalt me ook wel. Ik mis dit soort auto's echt. Dat heb je tegenwoordig niet meer, hè? Van die lichtgewicht race monster. Waarvan je het niet verwacht. Je verwacht niet dat zo'n Clio snel is. En deze is niet standaard, maar... Die Clio's waren best snel. Het is hetzelfde met die Peugeot 105. Had je van die gekke uitvoeringen van? Echt levensgevaarlijk is een koekblik als dit. Die zijn we dan weer. Kijk eens aan, ik kom gewoon binnen slide. Oh!
Dat was niet de bedoeling. En ik weet je wat, ik kan je eens tegensturen, want ik kwam precies in die checkpoint. Quattro. There it is, the Quattro. See, they stripped all the fun stuff out and sold a few of them as production cars. Wat een rare hoofdsteun zijn dat, ja? So it turns out the client doesn't just want to go off-road. They want to go off-road. Group B style. Wat een verrassing. Deze zijn ook echt super dik hoor. Well, off we go. Ik hoop dat we die, echt die rally wing opzetten. Die is super vet. Zo'n groot lomp ding erachterop. Er is damage. Ik denk niet dat dat verder rest... Oh wacht. Dat is waarschijnlijk voor die sterren natuurlijk. Ik wil zeggen, dat doet waarschijnlijk niks met je opbrengst. Maar je krijgt hier letterlijk geen geld voor. Niet voor de... Wel. I don't know. Ik heb bijna niet opgelet. Au. Well, this is great. Ik heb hem al bijna totaal losgereden. God damn it. Weet je wat? Het maakt niet uit. We moeten hem zo meteen toch even opknappen. Oké, ik krijg hem echt helemaal naar de malle muren. Hij krijgt eigenlijk gewoon een nieuwe fresh paint job. Niks meer van te zien. Hier weer. En ik mis godsamme. De vorige keer hoef ik dat niet te doen, hè? Hij is echt bijna tot de bos. Ik zal er zo meteen even op letten of we hier daadwerkelijk ook echt geld voor krijgen. Want wat ik sowieso weet is dat je dan dagelijks geld verdient in de game. Maar ik weet niet of je ook voor die losse klussen zeg maar geld krijgt. Ja, kijk, dit is allemaal eigenlijk zinloos wat we nou doen. Dit telt niet mee voor de sterren volgens mij. Dan heb ik gewoon 2 minuten de tijd om terug te rijden. En of we er nou letterlijk 1 minuut 90 over doen. Nee, 1 minuut 90. Lekker bezig Dennis. 1 minuut 90, ja. Maar dat maakt dus niet uit. Dat is meer het punt. Oh! Well done. Lampen genoeg. Now, it's got the trademark 4-wheel drive system, which should help you handle the dirt. And 8 lampen. We bumped it up to 800 brake horsepower. Which we hebben nou dus all-wheel drive en 800 pk. Oh, dit ding is een rocket ship. Dit ding is een rocket ship. Dit is trouwens niet die spoiler die ik wilde hebben. Er is een echte rally variant van deze auto. Dit is zeg maar een geüpgrade versie van de normale. Nou ja, in hoeverre dit normaal is. Maar je hebt een officiële rally auto in deze game. Officiële Quattro. En die heeft een hele grote... Hele grote wing. Super dik. En wij gaan dus even een beetje off-road crossen. Ik vraag me af of we eigenlijk een andere route mogen rijden. We moeten dit binnen 2 minuten 15 halen voor 3 sterren. De auto kan het sowieso. Dit ding is echt... Dit ding is nice. All-wheel drive en hoop PK. Dat is een winnend recept. Maar 2 minuten 15 is niet veel tijd. We hebben al bijna 1 minuut erop zitten. En we moeten volgens mij best wel ver rijden. Ik denk niet dat dat gaat lukken als we zo rijden. Ik denk dat we een andere route moeten nemen eigenlijk. Ik ben echt geneigd om recht naar beneden te posten. Maar ik weet niet hoe dat zit met schade. Want er staat nou niks in beeld van schade. Dus we kijken wel even of het gewoon zo haalbaar is. Is het echt niet haalbaar, dan weten we dat voor de volgende keer dat we gewoon moeten doen. Group B lives. 2 minuten 15. Kijk ons schade. 2 minuten 15. We hebben nog iets meer dan een half minuut over. Hoeveel moet ik nog? Volgens mij moeten we echt nog een pok kijken. Ja, ik denk echt dat we hier gewoon recht naar beneden kunnen rijden. Ik volg wel gewoon netjes het pad. Ik denk ik zal hier vol de berg af rollen. 15 seconden. Gaat het lukken? We hebben nog 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Woo! Client couldn't be happier. Oh, one more thing. I'm putting all of these in the auto show with the specs and modifications listed. Ik kreeg er even een beetje lopen. Oké, ik moet zo snel mogelijk naar die checkpoint. Ik ga de weg niet meer volgen. Ik denk alsnog dat als wij gewoon die berg af waren gereden, dat het gelukt was. We hebben een quattro gekregen en we zijn level up. Nou, het boeit me eigenlijk geen van beide, want er is niks. Er is niks nieuws wat ik kan krijgen. Wel aangenaam verrast. 150k. Ik zit bijna op 14 miljoen weer. Ik wil weten hoeveel geld ik inmiddels al in de game heb verdiend. Volgens mij kan je dat ergens zien. Zal ik zo even kijken? Ik heb 206 uur gereden in de game. Dat is best wel flink. Mijn favorite car is de Lycan Hypersport. Are you kidding me? Is this a joke? Ik haat die auto. Even kijken.
Garage value 452 miljoen. $452 miljoen aan auto's in mijn garage. En ik heb 350 miljoen gewonnen. Dat kan wel kloppen natuurlijk, want ik koop auto's tweedehands, die zijn meer waard, bla bla bla. Dat soort dingen. En je wint natuurlijk auto's met wheelspins en zo, dus dat is op zich wel begrijpelijk. Maar 315 miljoen met winnings is gigantisch. Dat is insane. God damn. Dit was hem dan weer voor vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de nieuwe video van Forza. En er komen binnenkort dus wel wat nieuwe Forza-video's aan. Onder andere met die Rossian-auto. Ben ik heel erg benieuwd naar. En daarnaast natuurlijk met de Divo. Dat wordt ook een hele interessante. Dus kijk je ernaar uit. Abonneer sowieso. Bij de rest vond je het een leuke video. Laat een like achter. Heb je nu op de bel geklikt? Ram op die bel. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien. Dus tot dan. En houden we.